Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Ik ben jetlagged AF. Daarom zie ik er zo uit. Ik heb geen schmink op, ik heb mijn haren niet gedaan. En ik zit in mijn jogging. Maar ik ben mijn koffer aan het uitpakken. En ik heb hier allemaal nieuw gekochte dingen. En ik dacht, dan ga ik eerst een haul doen voordat ik dit allemaal ga wegleggen. Want dan ga ik dat sowieso vergeten. Dus... let's begin. Als eerste heb ik deze jogging gekocht van Victoria's Secret met een hoge band en zo'n colletjes trui. Dus die ziet er zo uit. Die is van Victoria's Secret Pink. Nog bij Victoria's Secret heb ik deze trui gekocht, ook voor op deze jogging. Zit er nu een plek op? Ja, oei. Oei, dat is zonnecrème. Er was een zonnecrème uitgelopen in mijn koffer. En dat is dus op deze trui gekomen, ruik ik. Dus dit is de trui. De achterkant is zo. Die past ook perfect op deze joggingsbroek. Dan bij Victoria's Secret, ook van het merk Pink weer, heb ik deze high-waisted legging gekocht. Voor te gaan sporten. Die is zo'n beetje cropped van onder. Die komt zo iets boven de enkel. Ook bij Victoria's Secret voor op de legging heb ik deze Sport BH gekocht. Die ziet er zo uit. Dat is met een gewone sluiting van achter. En met zo drie haakjes. Dan heb ik dit BH'tje gekocht. Allee, braletje eerder. Ziet er zo uit. Het is licht blauw, maar de kleuren worden precies wat bleker. En dit is de achterkant. Ook heb ik nog deze Sport BH gekocht. Dit is echt van Victoria's Secret zelf. En niet van Pink. Maar Pink is zo het jongere merk van Victoria's Secret. Die ziet er zo uit. Ik zal de camera een beetje donkerder maken misschien. Dat jullie het beter kunnen zien. Voilà. Beter. Dat is zo poederroos, lichtroos. En deze legging hoort daarbij. Het is wel echt een hele stevige. Ook weer high-waisted. En die heeft zo'n mesh hier van onder. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Maar hier is die zo mesh. Dus dat schijnt zo wat door. En aan de andere kant is die dan gewoon bedekt. Dan nog van Victoria's Secret. Ik moet even kijken. Is dit shortje van Pink en zwart met het handje. En hier staat Pink. En dan deze trui met Pink in het groot erop. En ook zo dat gaas hier. Dat is een crop trui. Deze kreeg ik gratis omdat ik een sportoutfit had gekocht. Een zwarte duffelbag. Dan heb ik natuurlijk mijn nieuwe iPhone gekocht in Amerika. De iPhone 8 Plus in het wit heb ik die gekocht. Heel veel mensen hadden mij gestuurd als die in Amerika goedkoper zijn. En ja, die zijn in Amerika goedkoper, iPhones. De prijs is ten eerste gewoon in het algemeen goedkoper. Ik denk die ik wou kopen was €945 in België. En in Amerika was die $820, denk ik. Dus dat is ten eerste al goedkoper. En de wisselkoers van de dollar is ook goedkoper. De dollar is eigenlijk goedkoper als de euro in vergelijking. Dus heb ik in totaal €300 uitgespaard door die daar te kopen. Daarom heb ik die dus ook daar gekocht. Ik ben er heel blij mee, vooral met de camera en hoe snel dat die is. Want mijn iPhone was niet meer zo snel. En mijn oude iPhone heeft mijn mama nu in gebruik. Dan als volgende hebben we Exploding Kittens gekocht. Dat hadden jullie wel kunnen zien in de vlogs. Sommige dingen heb ik al laten zien in de vlogs, andere niet. Maar ik doe het hier nog eens samen. En we hebben dit echt veel gespeeld op vakantie. Echt een super tof spel. Het is een beetje Uno-achtig, zal ik zeggen. En dan op een heel andere manier, toch? Ja, ik kan het niet uitleggen, maar alleszins, het is echt een heel fijn spel. Van Calvin Klein dit gekocht. Een golf, een grijze golf met een Calvin Klein band eraan.
Dit shortje. Heb ik ook wel al redelijk wat gedragen op vakantie. Ook van Calvin Klein. Zo'n hot pants-achtig shortje. Nog van Calvin Klein heb ik dit gekocht. Een BH'tje. Hier heb ik ook een foto mee op Instagram. En deze onderbroek hoorde erbij. Dit heb ik ook nog van Calvin Klein gekocht. Een sport BH van Calvin Klein, een zwarte. En deze legging, high-waisted, met zo twee strepen. Ook weer high-waisted. Ik hou van high-waisted leggings om te gaan sporten. Dat vind ik veel aangenamer zitten. En ik heb veel sportkleren gekocht. Alleen 3 setjes, denk ik. Ja, 3 setjes. En dat wil dus zeggen dat ik er terug tegenaan moet gaan, hè, vanaf morgen. Dan heb ik een topje gekocht. Dit topje. Van Paxson. Zo lichtgeel met een lichtblauw streepje. Dat heb ik ook in het wit en het zwart gekocht. Dan heb ik bij Tommy Hilfiger deze gele trui gekocht met Tommy erop. Ik heb trouwens het meeste allemaal in een outlet gekocht. Dus, want ja, dat is Tommy Hilfiger en Calvin Klein en zo. Maar zoals bijvoorbeeld deze trui, die kostte $160 normaal. En ik heb die voor, ik denk, $42, als ik me goed kan herinneren, gekocht. Omdat ik dat in een outlet heb gekocht. Dat is deze van Tommy. En hetzelfde voor Calvin Klein en zo. En Victoria's Secret, dat heb ik allemaal in outlets gekocht. Dus dan bespaart je wel heel veel. Dan heb ik nog van Nike. Dit gekocht van Nike. Een crop topje. Om te gaan sporten. En ook weer van de outlet. Want deze legging, weet ik, kwam zelfs van $120 voor een Nike. Dat vind ik wel veel voor een zwarte. En ik heb hem, ik denk, voor $36 of zo gekocht. Dus een high-waisted legging, gewoon zwart van Nike. Met hier in de hoek zo Nike-tekentje. Dan heb ik bij Adidas deze joggingsbroek gekocht. Een grijs-blauwige. Samen met mijn papa. Allee, eigenlijk toevallig, maar mijn papa had knallen zelf gekocht. Deze is van de mannen. Die is zo smal van onder. Ik heb een XS, ja, van de mannen genomen. Omdat de mannenbroeken komen altijd hoger voor een vrouw. Dus dat vind ik aangenamer zitten. En daarom neem ik mijn Adidas broeken altijd bij de mannenafdeling. Dan heb ik nog in Forever 21 dit playsuitje gekocht. Het ziet er zo uit. Een open rug. Zo een halter top precies. Bij Forever 21 heb ik ook nog een bikini gekocht. Een rood met witte bolletjes. Ik zal de foto hier zetten, want die zit in de was. En bij Paxson heb ik ook nog een gewoon effe zwarte bikini gekocht. Daar zal ik ook een foto van hier zetten nu. En die zit ook in de was. Dan heb ik bij Bed & Body Works 3 kaarsen gekocht. Eerst heb ik de Aromatherapy Eucalyptus en Tea gekocht. Ik wou dat ik jullie kon laten ruiken en Sam kon binnen. Verstoort mijn video. Oh. Dus deze heb ik gekocht. Die ruikt heel fris naar munt. En ik wil zeggen groene thee, maar ik weet niet wat waar is. Er staat op. Eucalyptusolie zit erin. Een tea extract. En dat helpt uw mind clearen. En helpt u om te focussen. Ben benieuwd. En die waren trouwens in actie. Dat was ene voor $12 in de plaats van ene voor $22. Deze is Rainforest Gardenia. En er staat op Classic White Gardenia, Sweet Apple Water, Bamboo, White Woods with Essential Oils. En die ruikt heel fris naar, ik vind, naar meiklokjes. Die witte bloemetjes zo. En dan heb ik nog eentje. De avocado. Hoe zeg je dat in het Engels? Avocado. Avocado. Ah, ik zei al avocado. Oeps. Dus avocado coconut. En hier staat op. Made with sweet orange and cove
Bud Essentials. Oké dan. En die ruikt naar kokosnoot en citroen, vind ik. Natuurlijk staat orange, maar ik vind het naar citroen. Ook bij Bed & Body Works heb ik deze drie body splashes gekocht. De roze kwarts body splash heb ik gekocht. De Aqua Marine body splash. Ziet er zo uit als de blauwe. En dan de Moonstone body splash. Ik weet niet als hier op staat hoe dat die ruiken. Ah ja, oké. Okay. De Moonstone, daar zit bergamot in. Muguet, ken ik niet. En Lunar Musk. Geen flauw idee wat dat allemaal is. De Aquamarine zit Ocean Water in. Mint Leaf en Wet Stone. Dus dat ruikt naar natte steen. Lekker. En de roze kwarts zit roze water in. Lily Petals en Fresh Patchouli. En ze ruiken alleszins alle drie heel lekker. Dan heb ik in een winkeltje, Francesca's noemde dat denk ik, dit hoesje gekocht voor mijn iPhone. Dat ziet er zo uit en daar zitten zo van die, ja, dingetjes in, glitters. Dus dat heb ik gekocht, ik heb het er nog niet op. Oh, nog iets van Bed & Body Works, ben ik vergeten, is Sleep Spray met lavendel en cheddar wood. Natural Essential Oils Pillow Mist. Ik heb er zo al twee. Ik heb een sleep spray met kamille. En ik heb een anti-stress spray met eucalyptus. Die heb ik denk ik vorig jaar of het jaar ervoor gekocht. En die zijn bijna leeg. En heb ik een nieuwe gekocht met lavendel. Dit moet je zo op je kussen spritsen. En dan kun je goed slapen. Kun je beter slapen. Dat zeggen ze. Ik weet niet, ik heb dat een paar keer in Amerika gebruikt en toen heb ik altijd goed geslapen. Ik weet niet of dat vandaan komt of niet, maar alleszins. Dan als laatste ben ik naar de CVS geweest. Heb ik Neutrogena Hydro Boost Gel Cream gekocht voor extra dry skin. Dat is een moisturizer, ziet er zo uit. Dan heb ik twee Age Rewind Dark Circle Concealers gekocht. Deze heb ik gekocht in de Naturalizer. En dan heb ik ook nog de Medium gekocht. Omdat ik dacht, ik gebruik altijd Light. Nu dacht ik ga Medium kopen omdat ik bruiner ben. Maar die is nog te licht momenteel. Dus ik weet niet wat ik ga doen. Ik denk sowieso dat ik de komende dagen geen make-up ga dragen. Want ik zie toch nog goed bruin, dus dat valt er wel mee. En daarna zal die hopelijk wel weer dezelfde. Hij zal die wel goed zijn voor mijn huid. Dan heb ik de Great Lash Mascara van Maybelline, denk ik. Ja, Maybelline gekocht. Dan heb ik nog een Secret Deo gekocht. Die is zo en die lijkt dus op de EOS Lip Balms die je zo op je lippen doet. Zo'n eitje. Maar dit is dus een deodorant voor onder je oksels. En die ruikt heel lekker ten eerste. En ik heb deze gekocht om in mijn handtas te gooien. En dan kun je altijd je refreshen. En dan heb ik de Crest 3D White Trips gekocht. Omdat ik heel veel bloggers en YouTubers hierover zie praten. En dat uit tanden echt goed wit maakt. Dus ik dacht ik wil dat eens proberen. Ik heb ook wel al gehoord dat je daar heel gevoelige tanden van krijgt. Dus ik weet niet als dat goed gaat zijn. Maar ik ga ze alleszins proberen. Ik weet nog niet wanneer, maar I'll keep you guys posted. En er zitten 20 strips in. Dus voor 10 treatments. Boven en onder. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat gaan. Er staat zelfs removes 5 years of stains from coffee, wine and smoking. Maar ja, ik drink geen koffie en ik rook niet. Van wijn kan ik wel plekken hebben. Dus ik ben heel benieuwd om dit te gaan gebruiken. Echt, kijk er naar uit om dat te gebruiken. Ik hoop dat dat goed gaat zijn. Dan heb ik natuurlijk ook met mijn geld 2 tattoos gekocht. Deze, die zijn nog altijd ingepakt. Dus ze zijn nog altijd niet heel mooi en de inkt komt eruit. Maar de plakkers mogen er vandaag af, denk ik, deze avond.
En die moesten er 4 dagen op blijven. Ik heb dus een mini mandala aan deze arm gezet. En die matcht mijn andere mandala, mijn grote mandala. En dan heb ik hier een sandtoller. Maar die ziet momenteel echt niet uit. Want onder die plakker is alle inkt uitgelopen. Die ziet er zo uit. Maar als de plakkers eraf zijn, uit wat genezen is. Allee, het is eigenlijk al genezen. Maar als de plakkers eraf zijn, dan zal ik jullie het in een vlog laten zien natuurlijk. Ah ja, dit heb ik ook nog gekocht. Een tussenstukje voor mijn laptop. Want mijn was zo goed als kapot. Dus heb ik een nieuw gekocht. En dan om af te sluiten heb ik 2 dingen nog aangekregen van Shein. En dat is deze USA trui. Een crop trui, een witte. En die heb ik al aangehad. Dus ik zal hier ook de foto zetten waar ik hem aan heb. Die had ik mee naar Amerika. En die is echt super zalig. En kijk tof dat die zo cropped is voor op een shortje en zo. Echt zo, ja, Instagram worthy. Snap je wat ik bedoel? En dan heb ik dit setje. Die was te laat, dus die had ik nog niet mee naar Amerika. Dit is een shortje, een high-waisted shortje. Met zo een blouseje erop wat je van voren moet binden. Ik zal het in deze richting laten zien. Zo. En dan moet je zo binden. En dat is een crop t-shirtje. En dan heb je dat shortje erbij. En dan heb je zo'n matching setje. Dan als laatste wat ik nog wou zeggen. Ik had heel veel bikinis van Shein aan en bij. En daar heb ik heel veel vragen over gekregen. Welke maat dat ik had. Ik had een medium in die bikinis. Want een small is te klein aan mijn borsten. Dus moet ik een medium nemen. Maar de medium, het broekje past ook wel heel goed. Je ziet niet heel veel verschil. Dus dat is perfect. En dan kreeg ik ook nog de vraag hoe lang het duurde tot Shein shipped. En ik denk dat dat ongeveer al... Bij mij is dat er meestal al na een week. Nu de laatste keer heb ik 2 weken moeten wachten. Maar meestal niet langer dan 2 weken. En ja, de bikinis zien er altijd zo uit als dat ze op foto eruit zien. En die passen echt heel goed. En ik ben meer tevreden over Shein dan over Zaful. Want ik heb vorig jaar denk ik bij Zaful bikinis besteld. Maar die vond ik echt niet goed. En die van Shein vind ik echt heel goed. En die zijn echt true to size. Dus dat vind ik echt kei tof. Dus ik zou eerder dat aanraden. En Sam gaat me verlaten. Yep. Laat uw nieuwe trui eens zien. Sammy. Sam heeft ook heel veel nieuwe dingen gekocht. Als jullie een shoplog willen. Maar jij wilt dat niet doen, gok ik. Dat is niks voor Sam, denk ik. Maar die heeft echt heel veel nieuwe dingen gekocht. Van Calvin Klein en Tommy Hilfiger. Echt heel mooi. Oké. Dank je. Alsjeblieft. Oké, hopelijk vonden jullie deze shoplog leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook zeker een leuke comment na. We proberen die te beantwoorden. En wij zien jullie volgende keer. Bye.